PSV is met 21 spelers neergestreken in Wit-Rusland voor het laatste deel van de tweeluik met Shakhtar Soligorsk. Inzet een plek in de poolfase van de Europa League. En daarmee ook voor het zoveelste jaar op rij actief in Europa. Dat is inclusief 3 keepers en de jong PSV'ers De Wijs en Boljevic die dinsdagavond in de Jupiler League nog op heroïsche wijze NEC bedwongen. Door een doelpunt van Adam Maher won PSV vorige week in Eindhoven met minimaal verschil van Soligorsk. En dat gecombineerd met de competitiewinst op Ajax zorgt voor veel zelfvertrouwen. Ja, dat is natuurlijk heel goed voor het zelfvertrouwen. Ook een achterstand wegwerken na een 1-3 overwinning. Dat maakt je mentaal ook sterker als groep. Maar dit is natuurlijk wel weer een andere wedstrijd, andere competitie. En we weten dat we een goed resultaat moeten halen om de groepsfase te halen. En dat willen we allemaal graag. Dus het is ook weer niet helemaal te vergelijken met competitiewedstrijden. Maar het gevoel in de groep en de sfeer is wel goed. Dus ik ben ervan overtuigd dat we morgen een goede prestatie gaan neerzetten. Voelt zeker goed natuurlijk als je tot nu toe alle wedstrijden hebt gewonnen en ook Ajax uit. Dus het zelfvertrouwen is er zeker. Karim Rikic is inmiddels alweer helemaal ingeburgerd bij PSV en kent de grote belangen die er op het spel staan. Bovendien geeft hij nog maar eens duidelijk aan wat PSV wil in de Europa League. De UEFA Cup is natuurlijk een heel goed toernooi, vind ik. En daar hoort een club als PSV aan mee te doen. Aanvoerder Wijnaldum ontbreekt dus tegen de bekerwinnaar uit Wit-Rusland. De ploeg die net als vorige week zal loeren op een vlijmscherpe counter. Zo is de verwachting. Ja, verwacht ik wel. Het is eigenlijk een beetje de karakteristieken van de ploeg. 100% zekerheid heb je natuurlijk niet, maar ik ga er wel vanuit. Iedere keer als ik die ploeg zie spelen, is dat eigenlijk hun kwaliteit. Zij zullen ook waken om een goal tegen te krijgen, want dan wordt het natuurlijk lastig. Natuurlijk als de stand dusdanig blijft dat ze richting tweede helft nog steeds op een gelijkspel zouden staan, dan kunnen ze misschien meer risico's gaan nemen. Maar ik denk niet dat het beeld van de wedstrijd heel anders zou zijn dan de eerste wedstrijd. Zeker, maar ik bedoel, we spelen gewoon ons eigen spel en wij gaan zeker weer het spel maken. Daar ben ik van overtuigd. Maar ja, wat je zegt, je moet wel uitkijken natuurlijk op de counter van een tegenpartij. Omdat het staat maar 1-0, het is nog geen 3-0. Dus nee, zeker, ligt nog open. En, ze geven je het gevoel van, kom maar, het kan wel en je mag voetballen. En ja, als je dan even niet goed staat of onoplettend bent, dat hebben we thuis ook kunnen ervaren. Ja, dan zijn ze levensgevaarlijk. En dat hebben ze laten zien in andere wedstrijden ook. Dus, ja, en ze hebben nu natuurlijk een thuiswedstrijd. Dat is ook een verschil met vorige week. Dus we zijn er nog lang niet. Maar als we denk ik een prestatie neer kunnen zetten die vergelijkbaar is met het afgelopen weekend, dan hebben we een goede kans om ons te plaatsen. Want dan loopt alles volgens plan en bereikt PSV gewoon de poolfase van de Europa League, zoals het hoort.